trainingskamp van FC Groningen in Spanje zit erop. Afgelopen weken heeft de selectie hard gewerkt onder ideale omstandigheden. En dat heeft volgens trainer Robert Maaskant zijn vruchten afgeworpen. Dat we denk ik dat we beter voetballen. Ik vind dat we zeker tegen Gent heb je dat heel duidelijk kunnen zien. Maar ook in trainingssituaties, daar is Rasmus Lindgren natuurlijk belangrijk in. Dat we wat makkelijker via het middenveld kunnen voetballen. En daardoor ook onze voorwaartse beter aan het werk kunnen zetten. Nou, dat mag je van Groningen verwachten. Het is wat beter ingespeeld allemaal op het moment. Maar goed, het zal ook niet enorme sprongen zijn. Want het zijn nog steeds dezelfde spelers voor het grote deel. Verder stond het trainingskamp onder meer in het teken van de rentree van Rasmus Lindgren. Na 5 jaar is hij terug. Het is wel mooi om deze shirt weer te dragen. Verder bleek de spits van Groningen, Gennaro Zeefuik, nog niet helemaal hersteld te zijn van de griep. En hij, Luciano, sprak na maanden weer met de media. Hij heeft een moeilijke periode meegemaakt. Voor mezelf was het gewoon moeilijk die moment dat mijn eigen supporter mij uitfluit. Het was gewoon de eerste keer in mijn leven. Het was gewoon heel lelijk om te horen, maar het hoort bij de voetbal. Maar wat doet dat met je? Ja, ik ben een gevoelige mens en ik zal nooit meer vergeten. Het was het laatste trainingskamp van de duurste aankoop ooit, Femi. Hij wil, ondanks dat hij niet is geslaagd, op een goede manier afscheid nemen. I hope if I get some chance to play this period, try to give my best to them, to put some smiles in their faces. So that's a way to give back. En tot slot, het was het trainingskamp van de volgende belofte van Robert Maaskant. Ik vind die palmbomen, moet je even kijken dat shot. Moet je even opletten daar zo, moet je zien. Kijk eens. Maar ik heb begrepen dat we die ook bij het trainingsveld van Groningen neer gaan zetten. Om er toch een beetje dit gevoel terug te krijgen.